Natte straten, vergeelde bladeren en later gelukkig ook een zonnetje. Dat was zaterdag 22 oktober het decor voor de herfstmarkt in het centrum van Zeewolde. Er waren typische herfstproducten te vinden, maar er stonden ook vele andere kramen met allerhande producten. Uiteraard kon er ook gegeten en gedronken worden. Kinderen konden speculaasjes bakken bij Bakkerij de Toren. Er werd gewinkeld en gestruind en in het Ravelijn was er van 10 tot 12 uur een live-uitzending van Omroep Flevoland en onze lokale omroep samen.